Schrijfster Julie van Mol signeerde afgelopen weekend haar debuutroman Sterker door strijd bij boekhandel Dekker van der Vecht. Het boek gaat over een 32-jarige carrièrevrouw uit Nijmegen die haar draai probeert te vinden in Rotterdam. Nijmegen komt daarom ook breed aan bod in het boek. De Vierdaagse wordt besproken en bekende locaties als de Molenstraat, het Keizer Karelplein en de Waalkade worden genoemd. Ook Café de Stoof en de Swing passeren de revue.